Dit is al bullshit. Ja, ik word hier boos van. En het is vet ongemakkelijk. Wat een vreselijk stom dieet. Pizza voor president. Jezus, lukt het? Zit hier iemand te hijgen naast me? Hallo. Hallo. Mij bij de haren, ik word erbij gesleurd. Nu gaan een dieet doen, superleuk. Dus ik probeer gewoon zo snel mogelijk, shit in mijn mond te proppen. Maar ik weet nog niet wat de bedoeling is. Oké, jongens, deze week gaan we het ananas dieet doen. Wacht even. Het klonk alsof je het ananas dieet zei. Sorry. Uiteindelijk gaat voeding altijd een balans. Oh. Ja, ik vond dit namelijk op internet en ik dacht, nou, dat is nou iets voor Max. En ik ga het zelf natuurlijk ook doen. Dit dieet bestaat uit 4 dagen waarin je heel veel ananassap moet drinken. En wat je moet eten, dat leg ik gedurende het experiment uit. Maar geloof me, het is niet veel. Wat is het concept achter het dieet? Waarom ananas? Okay. Behalve omdat hij zo prachtig is. Dat ga ik jou vertellen. Ananas heeft al decennia lang de reputatie om een vrucht te zijn die overtollige kilo's met gemak laat verdwijnen. Is dat zo? Bij wie? Bij wie heeft die reputatie? Vingers omhoog graag. Dit komt onder andere door het stofje bromelaïne, een eiwitsplitsend enzym dat de spijsvertering gunstig beïnvloedt. Oké, ik ben benieuwd. We gaan het doen, Max. We gaan het doen. Ik heb er zin in. Olé. En waarom deed ik ook alweer mee? Omdat je een bolle meneer bent. Zo, goedemorgen. Het is dag 1 en we gaan beginnen met een glaasje ananassap natuurlijk. Ik heb deze bij de Ecoplaza gekocht omdat ik dacht dat dat nog een soort van het meest pure was wat ik zou kunnen vinden. Als je zo'n pak hebt van appelsientje, dan zit er natuurlijk vooral meuk in. Dit is gewoon ananassap, oké. Hebben jullie me dit gebeurt er als mok al gezien? Die heeft mijn vriendin Nicole voor mij gemaakt. Sap uit een mok? Ja, sap uit een mok. Blijkbaar. Cheers! En daarbij mag ik 1 hele boterham eten. En daarbij moest ik mager beleg. Dus ik heb deze hummus cottage cheese of zo. Oké. Nou, dit is dus het ontbijt. En dan gaat nu het smachtende lunch beginnen. Yay! Het is 2:30 en deze knakker is nu pas thuis. Ik sterf van de honger. En ik niet dan. En dan mag het anders komen. Oké, wij gaan eten 2 boterhammen met smeerkaas. Maar ik dacht in de trant van mager beleg mag het ook wel iets van smeerworst zijn of filet. Wat denk jij ervan? Ja, ik denk er niks van. Ik denk alleen dat het heel raar is dat ik ook maar 2 boterhammen had. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. Maar dat is wat het zegt. Ja. Maakt niet uit hoe wat. Iedereen maar is gelijk in het ananas dieet. Superleuk. Poes. Ananassap. En broodjes. Dus even als ik het goed begrijp. Door de schitterende stof bromelaïne gaan we nu super dun worden. Ja. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat dit dieet zo'n totaal verbruik van ongeveer 1500 calorieën per dag voor iemand van mijn grootte voorschrijft. Dat heeft daar niks mee te maken. Hè? Het is allemaal magic pineapple. Het is heus geen hongerdieet. Ja, precies dat, Max. Ja? Spot on. Dus de spijsvertering moet dan sneller gaan werken. Maar we gaan vooral de spijsvertering niks geven om mee te werken. Padoempoep. Marietje. Ja. Het is nu halverwege dag 1 van jouw schitterende ananas dieet. Ja, ik ben er nu al helemaal klaar mee. We wilden gaan sporten. Ja, maar ik kan toch niet sporten op 3 boterhammetjes en een glaasje ananasap? Dat lijkt me wel contraproductief dan dit. Dat je op dieet gaat, maar dat je de belangrijkste stap van een gezonder leven, dus bewegen. Nou, niet dat je meer dat wil. Dan niet meer kan, ik zeg je wil. Echt niet gewoon. Ik denk dat ik halverwege of misschien na 10 minuten al flauw val. Mm-hmm. Ja, ik kan gewoon echt niet tegen honger. Daarom kan ik ook niet mee naar een expeditie Robinson. Oh, daarom hè mensen. Ze is al 15 keer gevraagd. Dat is het niet. I roll smiley. Wanneer je gaat eten. Zo. Ja, hè? Nu is het een dieet, hè? Ja. Nou, we hebben dus vandaag een maaltijdbox. Dus we gaan de aubergine gratin. Maaltijdbox. Aubergine gratin met volkoren macaroni eten. En daar moet dus ananas bij. Huh? Echt het laatste gerecht waar ik ananas bij had bedacht. Maar het is niet anders, mensen. Dus het is niet anders.
Dus het hele concept van het dieet is, eet iets en flikker de ananas bij. Ja, vanwege de enzympjes. For science! Dus, als ik het goed begrijp, hebben we nu een schitterend, doordacht, voedzaam, gebalanceerd gerecht met alle mooie smaken. Ja. En een bak ananas. Ja. Yay! Food pairing. Tot zover dag 1. Ik ben benieuwd naar dag 2. Hier komt de... New day, new delicious breakfast. Nou ja, is dat hierna dan? Of zo? Dit ziet er echt vet zielig uit. Jij met het kleine bordje met het broodje. Wat is dit? Dit is toch niet... Ik vind jou echt een zielige jongen. We hebben een vet goed dieet bedacht, want het draait allemaal om ananas. Dat je daarnaast verder helemaal niks mag eten, is niet waarom je ervan afvalt. Wat is dit nou? Dit is al bullshit. Ja, ik word hier boos van. Oké, ik zet de camera even uit. Kut dieet. Ik ben vandaag in Alkmaar, gezellig een dagje met mijn mampje. Mampje. Zeg maar hallo. Hallo. En om dat te vieren heeft zij lekker een taartje. En ik heb alleen een theetje. Kijk, de ananassen achtervolgen me. Ik kan geen ananas meer zien, man. We hebben net geluncht, maar ze hadden natuurlijk geen ananassap daar. Dus nu moet ik gereisd naar de Ecoplaza om ananassap te kopen. Found it. Ik ben erachter gekomen dat shoppen met principes helemaal niet leuk is. Want ik wil dus niet meer allemaal van die goedkope meuk kopen. En sowieso gewoon wat minder consumeren en zo. En een dagje shoppen is dan helemaal niet leuk, want je kan geen winkel in. Want ze zijn allemaal slecht. Het is niet leuk. Maar ja, principes zijn nou helemaal niet leuk, geloof ik. Of zo. Goed verhaal, Marije, lekker kort. Ik ben terug in Dabsco en wij gaan nu naar de avocado show. Omdat daar Amsterdam, ontzettende Amsterdammer. Omdat daar een proefdiner is en wij mogen proeven. En chap is lekker, dus dat houden we van. Max. Ben ik al online? Ja. Hoe toevallig is dit? Ja, het lijkt erop alsof het universum ook wil dat wij het ananas dieet doorzetten. Het is nieuw ook, die ananas. Die zat er eerst niet in. Ja. Dus neus en boter. Oké, we hadden dus dit meegenomen naar het restaurant. Maar ik ben blij dat ik het niet heb hoeven gebruiken, want we hebben gewoon ananas in het gerecht gegeten hier. En het was fucking lekker allemaal. En nu is het slaapjes tijd. Nou, ik begin nu al een beetje klaar te zijn met een kool broodje met cottage cheese. En ik heb vandaag de hele dag een cursusdag. En ik kan het niet echt gebruiken. Ik heb geen kleren aan. Oh ja. Ik kan het niet echt gebruiken dat ik hangry word. Want ik moet gewoon vet focussen en het is vet belangrijk voor me. Dus ik denk dat ik nog gewoon wat ananas erbij ga eten bij mijn broodje. Ik ben vandaag op cursus. Het heet Spreken met Impact. Ontzettend leuk. Het gaat over hoe je beter kunt presenteren en beter kunt praten voor groepen. Dat kan ik wel gebruiken, want ik struikel nogal eens over woorden. Ik maak hier overigens een aparte video over. Die komt over een tijdje pas uit, want die ga ik publiceren als ik de opleiding heb gedaan. Het gaat om mijn spreekangst overwinnen. Anyways, ik ben hier lunch aan het eten, lekker een broodje. Maar ik moet nu natuurlijk ook ananas eten. En het is vet ongemakkelijk, want nu moet ik gewoon vragen of ik... Ja, ik ga hier gewoon een blikje ananas erop eten. Terwijl iedereen hier gewoon... Ik ken de mensen nog niet. En kom ik aan hiermee. Het is zo awkward. Maar ik moet het doen. Ik doe gewoon alsof niemand me ziet. Oké, wij hebben net gesport. En nu is het tijd voor avondeten. En ik weet dat jullie hier al een hele tijd aan denken. Waarom heeft ze dit niet eerder al gegeten? Natuurlijk, we hebben het over... Pizza Hawaii!
Dus dat gaan we maken. Ik heb een pizza van de Ecoplaza met gegrilde groenten. En daar gaan we ananas op doen. Daar heb ik vet wel zin in. Ik bedoel, er staat in het dieet dat je kan kiezen wat je wil als avondeten. Dus dat we dan pizza kiezen. Dit is natuurlijk niet een echte Hawaii pizza, want dat is met ham en dat eet ik natuurlijk niet. Dus dit is gegrilde groentepizza met deze. Is het gegrilde groentepizza? Ja. Ziet er echt heel appealing uit. Pizza for president. Hoeveel video's heb je nou gemaakt ondertussen? Stukken 150 of zo? Zoiets? Hebben in al jouw video's, die best wel over eten en lifestyle en dat soort dingen gaan, mensen ons ooit normaal aan een tafel zien eten met bestek? Jawel. Ja? Ik dacht dat je wilde vragen, in hoeveel video's hebben we pizza gegeten? Oh my. Dat zijn er echt heel veel. Als iemand dat bij elkaar op kan tellen en kan aanduiden in een Excel sheet, dan win je een prijs. Zo klaar hiermee. Wat een vreselijk stom dieet. Mijn lieve collega Kelly heeft een heel lekker broodje voor mij gemaakt. En ik heb natuurlijk mijn sapje. Want Kelly, ik doe het ananas dieet. Wat denk je dat het ananas dieet is? De hele dag door ananas? Nee, gelukkig niet. Sapkuur? Nee. Dat je alleen maar ananas eet? En het is super kut. Het is wel voor 50% goed. Het is sowieso kut. Ja, ja. Het is heel veel met ananas en je bent even te snel, want anders heb ik het echt niet goed. Maar ik weet het niet helemaal. Het is geen triviant. Logisch, iets met ananas. Dat je dik en rond wordt met steekhoorn. Iets met schijven? Een schijf van 5 misschien. Want schijven, ananas. Oké, ik denk dat het inmiddels wel duidelijk mag zijn. Wij zijn geen fan van dit dieet. Waarom we überhaupt niet fan zijn van diëten, dat leg ik uitgebreider uit in de week van een dieet-app, dat experiment. Ben ik al dun? Ik ben de afgelopen week 4 kilo afgevallen, maar dat is omdat ik veel meer tijd had. En als ik meer tijd heb, dan let ik op wat ik eet. En ik heb veel meer gesport. Ik ben echt 6 keer naar de sportschool geweest, waar ik normaal gesproken blij ben als ik 3 keer red. En dat is waar je van afvalt. En ik heb me niet netjes aan het ananasdieet gehouden, want... Fok dat dieet. Dus een stom trucje trapt er niet in. Ja, en ik ben misschien wel wat afgevallen, maar van 4 dagen moet je ook geen wonderen verwachten. Dus don't try this at home. Bedankt weer voor het kijken en ik zie je volgende week weer. Ben ik al dun?